Hallo kijkers en tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen Carrière Mode. Snel simuleren tegen Gent. Ah jee, we verliezen 3-1. Ik heb thuis tegen Sint-Truiden. Verwacht ik wel dat we kunnen winnen. En we spelen gelijk. Oh, nu is de wedstrijd tegen Benfica. Gaat weer een lastige worden, weet ik nu al. Ik heb tijd voor tegen wedstrijd tegen Benfica. Het is wel een heel moeilijke tegenstander, maar ik ben wel blij dat we niet tegen City moeten. Want die zitten nu ook in de Europa League. Oh, misschien nu al vroeg een kans. Yes, de goal. Heel vroeg in de wedstrijd. 9 doelpunten in 9 wedstrijden. Dat is wel heel goed. Ah ja, Benfica weer. Nee, weer bal voor ons. Afstandsscoort heeft van die eerste afstand al gescoord, maar nu helaas. Nee! Oeh, keeper. Ik heb Maarten van de Voort gehaald als keeper. Nee! Ah, ja, als er al dat doelpunt tegen was, was dat wel mijn verdiende loon, want dat was heel slecht voor mij. Oké, misschien kunnen we hier wel een kans uit creëren. Ik heb er een goed gevoel bij. Ja, misschien nu. Oh. Het ging nog bijna helemaal goed, behalve dan bij de afwerking. Oh nee, dat is mijn Fika. Ze hebben nog steeds de bal nu. Oh, keeper uit. Oh, kom weer goed mee weg. Oh nee, dat was een te late tackle zeker. Ah, is rood ook nog. Ai ai. Nee. Ja, nu gaan ze scoren zeker. Ach, niet zo goed van mij. Die tackle. En zo geven we het weer weg. Maar we kunnen misschien nu wel nog een kans maken om te scoren. Yes! We staan weer voor. Het duurt niet lang voor we weer gelijk staan. Voor we weer voor staan. Dan heb ik ook Alonso. Hij is een hele goede spits voor ons, maar ik moet hem ook even wat rust geven. Oh nee, dat is gevaarlijk. Oef, keeper uit. Oh, een keeper is ook mee. Nou, had ik misschien beter moeten doen, maar we winnen toch. Oké, nu komt Zolte waarmee ik ga spelen met B-aftal. 2-2 tegen Zolte. Oké, uit tegen Benfica. Ga ik simuleren uit wedstrijden, simuleer ik Europees. Gaan we door in de Europa League. Oh, 0-3. Tegen Benfica. Oké. Was wel heel goed. Anderlecht ligt er helaas uit. En Union ook. En in de Europa League. Oh, we moeten tegen Manchester City, dat is lastig. Ai. Tegen Sarijn verwacht ik geen problemen. Ah, we spelen weer gelijk. Ah, nu is het Manchester City die eraan komt. Het gaat nog een heel lastige wedstrijd worden. Oké, wij mogen beginnen tegen City. Fred! Oeh, was even... Scott kon beter. Onderscheppen, Haaland mag niet scoren. Oh jee. Dat is niet goed. Oeh, komen we ook goed mee weg? Nee! Oei oei, ja, we staan achter. Op 24 minuten heeft het geduurd. Haaland, oh, komen we goed tussen. Oh, hij is heel snel. Hij is heel snel. Kan hij ook scoren? Yes! 1-1 voor ons. 1-1 gelijk bedoel ik. Oh, hij kan misschien weer scoren. Misschien het beter als ik pas. Nu, ah. Haaland, oeh, keeper uit. Oh, dat is een strafschop. Oké. Okay. Geen idee wat er gebeurde, maar we redden. Oeh, we redden. Oké. Okay. Dat was goed van ons. Dat we die penalty nog redden. Nee, Haaland mist. Was hier van een soort van afstand en hoekschop voor hun. Oeh, hier kwam ik voor een. Misschien naar het scoren. Nu misschien. Yes! We staan voor tegen Manchester City.
op een paar kansen niet kunnen afwerken, maar nu maken we het wel af. Oh, dat is een goede kans voor ons nu. Oh, mooi gedaan. Hattrick. Voorzetten en koppen. Nee, dat is geen goede kopbal. En we winnen deze wedstrijd met 3-1. Oké, alweer een hattrick gewoon voor Alonso. Denk na deze wedstrijd er wel heel veel teams in hem geïnteresseerd zijn. En voor deze wedstrijd ook al. Oké, nu komt Eupen. Ah, we verliezen. We winnen tegen City. En dan meteen daarna verliezen tegen Eupen. Maar gaan we door in Europa League of niet? We gaan het zo weten. Ah, helaas liggen we er nu uit in Europa League door penalties tegen Manchester City. Ah, dat is wel heel erg jammer, maar ja, het was wel een heel erg goede campagne voor ons. Maar ja, Manchester City was net iets weer te sterk. Helaas zijn we nu Europees uitgeschakeld, maar ik kan me nu volop concentreren op de Belgische competitie. We staan tweede, dus. En het is nu, ja, de ding is de play-offs. Dus Club Brugge staat al met 10 punten voorsprong. Het gaat nog lastig worden om kampioen te worden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk worden we dan in de volgende video Belgisch kampioen.